Kon iedereen het beantwoorden? Nee. Ik ben Armin Verhabian, 28 jaar oud, wonend in Amsterdam. En ik ben finalist van de Global People Awards. Ik ben eigenaar en oprichter van Fat Fills. Fat Fills is een hamburgerrestaurant opgericht door mij in 2019 na mijn reis in Amerika. In een zaakje van 45 vierkante meter. En we zijn nu uitgegroeid tot 16 zaken in 13 verschillende steden. En groeien jaarlijks door met 8 vestigingen. Het grootste risico dat ik heb opgenomen was het oprichten van Fat Fills. Want toen ik Fat Fills oprichtte was het dwars tegen het verkeer in. Het was vet, het was hamburgers, het was, de naam zegt het ook weer, vet. En alles wat tegen het dagelijkse voedingsnormen ingaat. De drie woorden die mij het beste omschrijven zijn vrolijk, behulpzaam en mensenmens. Als finalist van Global People Awards vind ik het belangrijk om in te zetten als rolmodel voor jongeren. Ik ben namelijk 28 jaar oud en in mijn studiejaren was een groot gebrek aan rolmodellen. Want wou je succesvol worden, dan moest je een atleet worden of voetballer worden. En er was weinig perspectief in het zakenleven en daar wil ik me voor inzetten. Drie grootste successen in mijn leven zijn de geboorte van mijn drie kinderen, het oprichten van Fat Fills en de laatste deal die we hebben gesloten met Fat Fills voor 100 zaken in 10 jaar in Engeland. Nooit meer zoetigheid. Waarom? Ik hou van hartig eten. Dan kan ik mijn eigen eten niet meer proeven. We hebben meer hartig eten dan zoetig eten, dus... Levensmotto is, alles wat je doet, doe dat met karakter. Dat betekent, vind iets waar je gepassioneerd over bent, of dat is een bakker zijn, een voetballer of een zakenman. Doe dat met passie, bijt eraan vast, wees de beste versie van jezelf.